Rijkaard, die zijn debuut maakte in de Nederlandse competitie in augustus 1980. Het begint bij Frank Rijkaard, die in een topvorm heeft de laatste weken. Je bent atleet of je bent het niet. Dan moet je dat ook eens een keertje kunnen laten zien, inderdaad. Goed gedaan van Rijkaard. Rijkaard, oh, wat een goal! Ajax gaat naar Athene. En dat is hem. De man die terugkwam, de verloren zoon, Frank Rijkaard. In die glanzende carrière hoort dit er nog eens een keertje bij. Winst in Wenen. Frank Rijkaard. Van talent tot topper. Techniek. Kracht. Rijkaard maakt er een hoekschop van. Timing. Opoffering. Elegantie. Rijkaard. Witsen. Balvast en overzicht. Rijkaard. Kopkracht. Nu Van Basten. U hoort, daar zit hij al. Scorend vermogen. Rijkaard. De complete speler. Frank Rijkaard. Een veelbelovend talent uit Amsterdam-West. Hij zat toch wel iets onaantastbaars misschien. Of dat was het summum van voetbal. Maar daar zat ik nooit aan te denken in relatie tot mezelf. Ja, ik genoot gewoon van het voetbal op zich. Ik was trots dat ik bij Ajax kon spelen. Ook de eerste keer in het Ajax-tenue, dat vond ik heel speciaal, ja. Toch wel. Frank Rijkaard, ook een jongen van 17 jaar. En Rijkaard krijgt nu zijn kans in het eerste van Ajax. Sneijder ertussen. Rijkaard, gaat er nog een debutant scoren? Ja! Arnees, goed gespeeld, Rijkaard. Ophof. Rijkaard, de kans. De doelpunt van Rijkaard. Doelpunt van Rijkaard. Ik probeerde me niet anders te presenteren dan dat ik me voelde. De kennis dat ik altijd heb geprobeerd om een onderdeeltje van het geheel te zijn. En dat vond ik altijd veel belangrijker dan aan een bepaald beeld voldoen. Søren Lerby. Opening op rechts op Jesper Olsen, die bal knap doodmaakt. Jesper Olsen. Rijkaard kan makkelijk inkoppen en doet dat, trekt nog een duwtje in de rug ook. En scoort en brengt de stand in de 91ste minuut op 3-0. Kruip, Rijkaard doorgelopen, kan scoren en doet dat. Weer een goede voorzet, Rijkaard erin komen, schitterende goal. Rijkaard en Hoekstra. Rijkaard steeds meer voorin. Prima schot en wat een mooie goal zeg. Oh! Dit is Ophof. Moet Rijkaard de lucht in en gaan scoren denk ik. Ja hoor, schitterende goal van Frank Rijkaard. In feite was hij nu aan de beurt, had al een keer pech gehad. Prachtige kopbal, gave voorzet, ook dat van Ophof. En het is 5-0 geworden in de 40ste minuut. Wilde je bal bezit, omdat Smeets uitgleed. Doorgekopt. Nou, ik dacht aan buitenspel voor Rijkaard. Die scoort. Ik dacht aan buitenspel van Frank Rijkaard. Er zullen zat wedstrijden zijn dat je niet goed speelt of dat je minder presteert. Maar dat je altijd naar de wedstrijd in de spiegel kunt kijken en kunt zeggen van... ik heb er alles aan gedaan. Wat erin zat, heb ik geprobeerd. En dan wordt het allemaal een stuk makkelijker. En dat heeft me heel erg geholpen. Koeman of Rijkaard? Koeman. Paul. Rijkaard. Ja, 1-0 in de 26e minuut en Ajax verdient dat, want Ajax is al een minuut of wat, klinkt veel sterker. Rijkaard, doel ligt flink open in het middenveld. Valenburg, Rijkaard, oh wat een goal! Wat een schitterend doelpunt van Frank Rijkaard.
2-2. Ineens is daar de bank een strakke schot. Roerend Ajax deze aanval af, niet slecht. En dan net naast de kop Gasvlieg, mooi. Opnieuw Gasvlieg op de paal, goal! Rijkaard, goal! Rijkaard kwam daar achter Guit vandaan, die reageerde niet attent. Blind. Over Koeman. Rijkaard, prima. Veel veerkracht toont Ajax. Perfecte volley in de kruising. Onder leiding van Johan Cruijff gaat Rijkaard op weg naar zijn eerste Europese succes. Van Basten loerend op een mogelijkheid om met een doelpunt. Ze kunnen het onderstrepen. Hij maakt het zelf niet, maar Rijkaard wel. 3-0. De voorbereiding van Marco van Basten. En Rijkaard die het van dichtbij af mag maken. Ajax, de Griekse god, gaat naar Athene. Sonny Siloy. Van Basten, het is 1-0. Schitterend gedaan van Sonny Siloy. Die aan de rechterkant doorging en even schitterend afgemaakt van Marco van Basten. Die zijn belofte lijkt in te lossen. En dat is hem. Ondanks het succes komt het tot een breuk met Cruijff. Rijkaard loopt weg bij een training en komt via Lissabon en Zaragoza uit bij het AC Milan van Sacchi. Die in zijn manier van trainen niet heel anders is dan Cruijff. Dat zat er bij Sacchi ook heel erg in, dat hij niet wilde stoppen bij 1-2-0. Maar meer eruit wilde halen. En dat was best wel revolutionair in Italië, omdat dat dus bij uitstek een land was waar een 1-0 resultaat verdedigd werd. Weet je, je maakt 1-0 en je gaat dan dat resultaat verdedigen. En bij Milan heeft hij dus de omslag gemaakt dat we dat niet meer deden. Wij gingen door voor de 2 en de 3 en de 4-0, als dat mogelijk was. Samen met landgenoten Gullit en Van Basten groeit Rijkaard uit tot een legende. Hij wint 2 landstitels en 2 keer de Europa Cup 1. Na succesvolle jaren wil Rijkaard weer terug naar Amsterdam. Maar wil Ajax hem ook? Louis van Gaal bouwt inmiddels aan een topteam. Dan moet je dat risico niet zo nemen. Dik. Maar er ontbreekt nog 1 schakel. Ik geloof dat Louis in de eerste instantie helemaal niet zat te springen om daar een ervaren speler bij te krijgen waarvan hij niet wist wat hij daaraan zou kunnen hebben. Dus dat liep een beetje stroef. En Bob zei toen tegen hem, die is toen naar Louis toegegaan. En hij heeft gezegd, als je u niet neemt, dan. En toen, zoals Louis is, wat dat betreft heel eerlijk. Louis schijnt, dat zijn de woorden van Bob, die gezegd te hebben. Van, als jij dat zegt, want jij bent toch ook een soort van Mr. Ajax. Dan gaan we ervoor en dan doen we dat. Ik was twijfelachtig. Hij was natuurlijk een geweldige naam, grote naam. En zijn presentatie vond ik ook goed in de media. Dus, maar ik twijfelde toch. Maar Bobby niet. Hey, geweldig karakter, goed voor het team. Nou. Dus indirect heb ik toch ook wel te danken dat ik weer mijn laatste jaren bij Ajax kon spelen. Dankzij Bob. En daar ben ik nog steeds dankbaar voor. Hij heeft gelijk gekregen. En ik ben blij dat ik achter hem aanliep. Zo is het gewoon. De comeback van Rijkaard is vanaf het eerste moment een voltreffer. Zijn terugkeer zal maatgevend zijn voor iedereen die ooit terugkeert op het oude nest. Daar is Rijkaard! 1-0! Frank Rijkaard is terug! 2 minuten 58 seconden heeft het geduurd. De voortzet van Overmars en daar het 47e competitiedoelpunt voor Ajax van de man die terugkwam, de verloren zoon, Frank Rijkaard. De Boer die de bal met de hand meeneemt, zo lijkt het, niet gefloten. Bij de tweede paal Rijkaard en raak.
George. Rijkaard is voor. Rijkaard! En dat gaat erin. Frank Rijkaard. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ik kan deze training wel herinneren, ja. Ja, dat weet ik nog wel, want ik kwam later bij de selectie. Die zaten al langer in voorbereiding. Dus ik had een trainingsachterstand. En die moest ik bij Bobby weer gaan inlopen. Dus deze trainingen kan ik me wel herinneren, ja. Als je die foto terugziet, is een beetje old school foto, hè, met dat bankje erbij. Maar ja, dat was wel een onderdeel van zijn handelsmerk. En dat was hersteltrainen. Je was eigenlijk blij als je er vanaf was. Weet je, dus het was zo zwaar dat je denkt, nou, hoe eerder ik terug ben bij het eerste, des te beter. En dat was ook zijn voldoening. Hij leverde ook gewoon fitte spelers af. Wat riep hij allemaal? Ja, wat riep hij niet? Doorzetten, godverdomme. Ja, er kwam van alles uit. Maar weer eigenlijk alles in dienst van om die speler weerbaar, sterk, fit terug te brengen. Nou, die is fit. Die is fit. Ja, mooi hè. Karakteristieke houding. Ja, het is levensecht. Ja, als ik er zo naar kijk, staat het volledig op zijn plaats. En het is mooi, het is karakteristiek. Na de opoffering is het tijd om te oogsten. Kansloos, schop maar naar Rijkaard en in. Rijkaard! Oh, Frank Rijkaard van de goal. Rijkaard komt. Hij zit er heel vol in. Parelsen keek er naar en kon er niets aan veranderen. Boer, Liedmanen, Rijkaard, Liedmanen, dat moet hem dan zijn, Rijkaard en het is hem. Helemaal uitgespeeld. Door het hart van de Heerenveense defensie is het Rijkaard, de man die uit Milaan terugkeerde als een verloren zoon. 31 jaar oud, zet Ajax op 1-0. Rijkaard krijgt het straks in handen, voor hem is het de vierde Amsterdamse titel. Twee keer werd hij kampioen met Milan. Rijkaard maakt het verschil. Ajax pakt de landstitel. Voor de club een debuut in de Champions League. Voor Rijkaard een weerzien met oude vrienden. Wij hadden een jongen van hun kleedkamer bij ons. Hier de reunie met zijn oude trainer Capello. Want voor Frank Rijkaard wordt het een weerzien. Infatti, quell'anno. Insomma, Rijkaard è stato con noi diversi anni, abbiamo vinto tutto con lui e vederlo con la maglia dell'Ajax era particolare. È stato un peccato perché noi ci è dispiaciuto molto quando lui se n'è andato, ha preferito tornare nel proprio paese, che è stato un grandissimo. E in quell'Ajax lui ha portato veramente un valore aggiunto per la sua classe, per la sua esperienza, in mezzo a tanti giovani. Dit was natuurlijk een hele speciale wedstrijd voor hem. En dan zag hij ook het extra klasse eigenlijk die hij eigenlijk had. Dan kon hij zich zo motiveren, want Frank was al altijd lachen, gieren, brullen. En waar ze het echt erop aan moest komen, dan stond hij zijn mannetje en dan was hij echt gefocust. En dan stond er ook een man die ons bij de arm nam en we gaan het doen. Rijkaard. Ronald de Boer. Kluivert. En daar is de kans. Ronald de Boer. En daar is de goal. En het is 1-0. Het is gedaan. Het is 2-0 voor Ajax. De rol van Frank Rijkaard aan Ajax kant was een heel belangrijke. En nu kan hij weer op vriendschappelijker voet met zijn oude collega's omgaan. Daar is de Milan-kenner Frank Rijkaard. Maar de kans, de kans, nu al. En raakt, want hij heeft geen enkele mogelijkheid met als hij zo in kansrijke positie komt, dan benut. Ook binnen de landsgrenzen is Ajax ongenaakbaar. Ongeslagen kampioen en Rijkaard pakt zijn vijfde landstitel. Rijkaard, die hangt in de 25e minuut.
En het werd feitelijk tijd. Rijkaard komt. En het is raak. Het is heel verrassend. Want Rijkaard kan de bal langs de muur schieten. En doet dat in de 14e minuut. 24 mei 1995. De dag van de ultieme beloning. Het is ook een beetje het afscheid van Rijkaard. Het is niet een beetje het afscheid, het is het internationale afscheid van Rijkaard. Rijkaard, op 30 september 1962 geboren uit een Surinaamse vader en een Nederlandse moeder. Die zijn debuut maakte in de Nederlandse competitie in augustus 1980 onder Leo Beenhakker. Het liep niet zoals het moest. En Rijkaard natuurlijk ervaren spelen en Milan kennende. En ook in zijn hoofd spelende als een van de laatste wedstrijden. Heeft hij iets gezegd en Van Gaal als trainer ook. En Frank, die zei nooit zoveel. Zeker niet en plein publiek voor de groep. Die was meestal individueel bezig. En hij deed dat. En ik denk wel dat dat heel veel indruk heeft gemaakt op die spelers. Die was zo scherp. Frank zat erop, jongen. Ongelooflijk. En gelukkig hebben we het tij kunnen keren. Rijkaard. Davids. Rijkaard. Kluivert. Finidi. Maar nu wil hem wel. Overmars. Davids. Rijkaard. Ja. Kluivert, ja. Kluivert 1-0. Voor Ajax. 1-0 Ajax in Wenen. Patrick Kluivert. Met Boban aan zijn zij. Die laat hij opzij vallen. Baresi geeft hij geen kans. En links met de punt van de schoen. Rijkaard zegt van scheidsrechter, fluit nou toch. Rijkaard ervaren in deze laatste internationale wedstrijd. En in die internationale wedstrijd vraagt hij de scheidsrechter. Zegt let op, 3 minuten extra. Is dat niet veel te veel? Vandaar de hoekschop nu, toch? En daar fluit hij wel. En daar vliegt iedereen weg. Alle kanten op, Rijkaard een kant op, Kluivert een kant op en Van Gaal in de armen van der Leeuwen en Harms. En Kluivert, waar gaat hij eigenlijk heen? Naar de supporters, helemaal weg. Rijkaard was een heel andere hoek opgegaan. Wij zijn afscheid van het voetbal, van het grote voetbal, pakt Frank Rijkaard nog eens een Europa Cup. Weer in die glanzende carrière. En zo gaat Rijkaard dan weg wanneer hij het eindsignaal heeft gehoord. In die glanzende carrière hoort dit er nog eens een keertje bij. Een Europa Cup. Winst in Wenen. Na de triomf in Wenen nog 1 keer. Voor de allerlaatste keer Rijkaard in de meer. Rijkaard. Altijd zichzelf. Nooit met de stroom mee. Liefhebber en winnaar in één. Een voorbeeld voor iedereen. Thank you.
Zijn voetbalschoenen heeft hij opgehangen. Maar het Ajax-vuur blijft altijd branden. Na een rijke carrière maakt hij graag tijd voor oude vrienden. Je komt veel mensen tegen die een tijd niet gezien gesproken hebben. Dus de contacten zijn vaak vluchtig, maar wel echt oprecht en bijna liefdevol, zou ik zeggen. Het is leuk als je mensen terugziet uit je verleden waar je wat mee hebt meegemaakt op sportief gebied. Met Cruijff had Rijkaard een bijzondere band. Leermeester, voorbeeld en inspiratiebron. Hij zag het voetbal. Hij zag het voetbal. Ik heb zelf ook wel wedstrijden meegemaakt. Dat ik als die dromer met hem meedeed, mee mocht doen. Hij met zijn inzicht en creativiteit en weten waar hij zijn spelers neer moest zetten. Om ook zelf weer beter te kunnen renderen. En daardoor ook weer het elftal beter te maken. Dat zag hij als geen ander. 3, 2, 1. Dit is iets dat niet tijdelijk is. Dit is voor altijd. Dit is de Johan Cruijff Arena. Dit is de man die Ajax op de kaart heeft gezet en zo belangrijk is geweest voor het Nederlandse voetbal. Frank Rijkaard. Uniek. Magistraal. Bescheiden. Een tijdloze wereldtopper. Als speler en als mens van pure klasse. Wat ga je de rest van je leven doen, Frank? Daar heb je vast wel een mooi antwoord op. Leven.